Dames en heren, van harte welkom bij Dante Dagelijkse Vlog. Hier ziet u de enige echte Dante David. En vandaag is donderdag. Laatste vlog, Son. Laatste week. Heel jammer. Ik vind het zo jammer. Ik vind het zo hard missen, de middelbare school. Laatste les misschien. Ik kan ook wachten tot voorbij is. Wat is het? Het is bijna nog een. Het is de laatste vlog. Waar is de Sporados? Dat mag niet, het drinken op school. Het is de laatste week. Dat staat er 4 aan. Altijd vier. Laatste vlog, Mona. En nooit meer daarna? Misschien, laatste vlog. Mijn karakter is oud. Oké, Pul. Pul, 50. Ja. Meer, hè? 60? 60 à 70. 65. 60 à 70. 65. Dus voilà, dat is mijn antwoord. Voilà, dat is jullie zegt. Mama, Zeno. Nee, wow. Ah, kalm. Dat is de laatste vlog. Dag jongens en meisjes van Dante David's DD Productions. Dante enzovoort. Het is heel sad om te zeggen. Maar dit is de laatste vlog. Maar er gaan zo nieuwe vlogs komen daarna. Maar dit is zo de end of an era. En dat maakt me heel emotioneel. En ik ga dat missen. Je moet ook een emotionele vlog maken op Kraus Club. Ja. Hier abonneren. Op mij abonneren. This is the end. Beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. We hebben zo net als de trein gestuurd. We zijn fucked, we zijn verbeld, we weten niet wat er is. Niemand op de zee, Paulus. Ja, ik had honger. Niemand op de trein is. Nina, sorry. We pakken de volgende trein nog. En dan hebben we garnaalkroket te eten. En dan gaan we zwemmen in de zee. En dan is de dag belangrijk. En dan ga ik waarschijnlijk een zieke verkoudheid en ga ik doodgaan. En moeten we hier langs uitvoeren. We zijn in Noord-Soedan. We zijn er geraakt en nu gaan we binnen. We gaan zwemmen. Dit is een school uitstap, dus we gaan zwemmen. Ik heb mijn zwembroekje mee. Ik ook. Dat is mijn huis. Ik heb daar een appartementje. Kijk, ik heb daar een appartementje. Ja, jij wist. Ik wil daar echt niet wonen. Ik weet niet hoeveel mensen er een kracht hebben ingediend, omdat de vuurtoren over dat ding gaat en dat gaat binnen. Dat is heel Spaanse zee. Ik wil gewoon even verlaagd tot uw niveau. Waarom een bootje? Wat was dat? Hebben jullie dat gehoord? Is wel een lekker beest. Is zo'n andere toe. Zit hij daar ook? Oké. Yeah.
dag, hè. Dus de dating tips van de dag. De dating tips van de dag. Voor iemand stand-up. Voor iemand van je van knokkelen zoet te fixen. Hoe fix je iemand van knokkelen zoet? Doe je Ralph Lauren trui aan. Trakteer haar. Of? En vraag dan of ze meekomt naar je appartement. Appartement? Maar Alice heeft een appartement, dus ik moet het naar haar vragen. Zou iemand hier willen uitnodigen op je appartement? Uitnodigen? Ja, voor een vrouwtje. Een vrouwtje? Oei, 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 oei. Ah, sure, hè. Het is goed, ze gaan vreemd. Ze gaan vreemd. Ze gaan vreemd. Lekker. Gratis bij de koffie. Motiveren. Motiveren, waarom is het lekker? Smaak motiveren. Eigenlijk 7 op 10, maar supergoed, goede service. Ik drink even voor de kijkers, geen alcohol. Ik drink koffie. Geen alcohol, even duidelijk. Berkans, ik ben eigenlijk zo'n alcohol aan het drinken. Ja, het is gewoon aan het liegen. Dat is een Irish koffie, geen cappuccino, dat is een Irish koffie. Zoveel schuim. Heel... Dat smelt schuim. Hij is gewoon cornflakes aan het eten. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Ik heb een keiharde kabel. Als je het wegwerp is zeer helder dan die, maar het valt vroeger door de condensiteit op het glas. Want het eerst is ruik voor afgedoen. Skol. Skol. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Welkom bij Dante Interviews. We zijn hier om ons stemmen. We zijn mijn ervaren ontstemdenaren. Een echte Vlaming. Geen faker. Nee. Kijk even. Ja. En wat moeten we hier doen in ons stemmen? Wat doen we hier? Waarom gaan we hier naar de Brugge? Omdat ik gewoon naar Brugge. Waarom zijn we dan hier? Omdat jij per se wil zwemmen. Dat was wel nice. Ja, morgen de laatste schooldag, man. Juist zo giep. Examens, die première en proclamatie. En is het middelbaar erop. Ik ben daar nog niet klaar voor. This is the end. My only friend, the end. Een vlog van een vlog. Blauw
gezegd, ik had zo'n workshop gedaan. Dit is de laatste lesdag. De laatste lesdag. De laatste lesdag. Ja. Dat was het. Dat was het. Dit was de winkel. Ja, dat was het, hè. Dat was onze film, denk ik. Dat hebben we zelf een film gemaakt. Hij is nog niet af, hè. Ik ben gisteren in de zee gezongen. Ik wil naar Berkert. Dat is mega cool. Ik wou graag mee, maar gisteren was nog veel dingen voor de film. Het is de laatste lesdag, hè? Zal ik het doen? Ja, lukken. Het gaat helemaal lukken, helemaal. Gaan we drinken? Ja, ik kan niet meer werken. Bedankt. Ik moet wel geen neus zijn. Komt het lukken, Gip? Ja. Ik heb al 100 keer uitgelegd, dus die nog eens gaat lukken. Wat denk je? Ik heb werk gemaakt gebaseerd op de Dag van Nijvel. Het is mysterieus. Ja. Het is niet rechtstreeks afgebeeld, ja. Dus er is geen directe link. Maar als je toch goed nadenkt, kan je wel afleiden dat het daarover gaat. Het is eigenlijk zoals je een beetje naar een film zou kijken, ja. Van de Wende van Nijvel. En ik maak screenshots daarvan, dat is mijn werk. Boom! Ga lukken, komt het. Ik mag nu, denk ik, mijn mannen zijn er. De jury was uit. Ik denk dat ik goed ga scoren. Met mijn peper, ja, daar zwijgen we over, maar... Okay. En gaat bij jullie de zeno? Het gaat lukken. Ik ben er redelijk zeker. Hoe verlopen de examens? Ik ga eerlijk zeggen, de meeste verlopen goed behalve Frans. Maar het ding is, laat het een reminder zijn dat Frans niet eigenlijk onze leerstof was. En vandaag doen we natuurwetenschappen. Natuurwetenschappen, jawoel! Optica! Optica! Jawoel! Nee, dat ga ik gekloot gaan. Dat is wat toch? Dat is ook een optica, man. Hoe vlog? Hoe is het met de examens? Hoeveel nog? Vandaag heb ik 5. Wow, de onderling is dat wel. Hoe zijn de examens? Hoe zijn de examens? Kanker. Wat is Frans? Dit is fucking goed eigenlijk nog. Eigenlijk is dat wel. En Frans? Maar Frans, ja, Frans was een beetje Amerikaans. Het loopt heel vlotjes. En Frans? Met Alex en Frans. Maar voor de rest is het heel vlotjes. Ga je voor 6 jaar deel 2 naar Zwitserland? Ja, ik ga nog... Ja! Ja, ik ga volgend jaar naar Zwitserland. En straks zuipen. Allee, ik ben een boxing, Dante. Okay. Ja, dat kleurboekjes, hè. Oké. Okay. Wow. Dat is een keigrote poos. What the fuck? Dat zou je in een giveaway doen. Dat is voor u en Roland. Ja. Waar is dat? Aan de post. We kunnen gekke spelletjes spelen. Op de trein als we op weg zijn naar ons. Moet daar een giveaway aan doen. Yo, Casanovas. Gay squad hier. We zijn hier met Sandot. Hi. Ze is herkend geweest op straat. En met Mona Mertens. We zijn aanvallen. We zijn aanvallen. En Mulan is een beetje depressed. En Elias, hij is hier ook. En Dante, ja. Deze. Luider. Tijdens onze relatie was ik elke samenleving van anders. Ja. Documentary. Ik heb gevoelens voor Boven dan zeker.
lachertje. Ja, het leven is geen lachertje, hè. En daarom zijn we... What's up, guys? J-Squad hier. De examens zijn gedaan. Ik maak de vlog compleet, zo iemand anders dan vlog. Ja. Het is vakantie nu. We zijn nu geen slaven meer van het schoolsysteem. Ik ben een vrije man nu. Ga je dat missen, dit? Nee. Ik heb hier 4 jaar gezeten. Ik heb al een jaar extra school gedaan. Al een jaar extra? Ik kom van bezig, dus ga van bezig naar Keizo gaan. Dan moet je een jaar opnieuw doen. Dat is pijnlijk. Ik heb hier 4 jaar gezeten. Met veel succes wel. Ze dachten ik kon dat niet, maar ik heb dat geknald in 1 keer. Je hebt hun gedachten veranderd. Je hebt het gehaald, man. Ik heb het gehaald, man. Op mijn eigen krachten. Ik kom van hier en dan ga ik helemaal zo. Oh, wow. Wow, had jij het gedaan? Wow. Ik heb de camera's. Guys, Jay Squad hier. Ga ik barbecuen in de Grill Master. Ik heb een ding voor de temperatuur te meten. Het is een vleesrammel en dan meten dat de temperatuur. Ik ben professioneel. Het zit al het fietsje. We hebben vuur. Wie heeft het aangestoken? Berkant heeft geholpen. Berkant heeft geassisteerd. Geholpen, jee! Ik heb een vlam groter gemaakt. Dante grillmeester. Yes, yes. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Wat zijn de verwachtingen van de film? Fucking snel. Nee. Kankerteven. It's premiere time. It's premiere time, baby. Yay. What are your expectations for the movie? Oh, I have very high expectations for the movie, yeah. I want this movie to be the best movie I've ever seen. So, no pressure. It was our visual mentor. He helped us creating the visual effects. I mean, I followed the lead of this guy, didn't I? No. He flew all the way. He's my teacher. He flew all the way from Newcastle for our projects. Yeah. Crazy guys. Like 6 hours traveling. Just for us. But it would be worth it normally. I wouldn't miss it. It's a great experience. Of course. A group of teenagers. I'm super glad to have been invited. It's nice. It's Belgium. You have to taste some Belgian beers. That's why I'm here. Verwachtingen. Verwachtingen? Verwachtingen? Wat zijn de verwachtingen? Oh, iedereen komt vrij buiten, dus ik denk wel dat het goed zijn. Het werd te laat, hè? Je kon niet meer de eerste komen, zeker. Hè? Ja, maar deze was ook wel. Dat is oké, okay, het is oké. Je hebt alleen de Q&A gemist. Ik heb de mama aan de pocht. Mama. You're in shame by your own sorrow. Is het crazy dat we hier staan? Weet je, de eerste vlog, toen we de dingen aan het meten waren, de blackbox, en toen zei Mila dat de aarde plat was, hè? De aarde is ook hier. Ja. Volgens mij zit hij 2 kilometer verder dan hij op de aarde. Je hoort het in het documentaire. We hebben een volgende jaar met die verdomme. In de eerste vlog waren we de meting aan het afmeten, toen Mila dacht dat de aarde plat was. En nu staan we hier wel met rond lopen. Crazy, man. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Hallo, Casanova's. Jay Squad hier. Voor de laatste keer, de filmpremière is gedaan. Nu proclamatie en het afscheid. Hè. Ja. Dat ik dat kun nooit meer terug. En... Jawel. Onappersoonlijk. Je moet wel horen. Ons promo is voor zover. Hey, in zomer. Drink dan niet op al je festivals. Nee, cut the cameras. Gaan we afspreken? 10 juli allemaal naar Blankenbergen. Gratis, hè? Een festival, hè? Ja, maar gaan we daar gratis vragen? Ja, maar ze mogen daar achter zo. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be
a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Oh, je is onze band. Genoeg gewoon emotionele boodschap. Ja, vaarwel. Dat was. Dat was mijn karakter. Mijn restante? Ja. Hier zijn we op een beetje. Goed gedaan. Ja. Maar binnen 50 jaar, reunievlog. Dames en heren, het einde van het tijdperk. Bedankt om te kijken naar Dante Dagelijks, dagelijkse vlogs. Dit was Dante Dagelijks. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe I got nothing to give, I'm a something.